Op dinsdag 27 februari vond in de Rugte in Someren de voorleeswedstrijd voor de basisscholen plaats. 8 schoolwinnaars lazen elk een zelfgekozen fragment voor. De jury had het zwaar. De deelnemer van Regio Someren is Jorrit. Je hebt gewonnen. Ja. Had je dat verwacht? Nee, echt niet. Welk boek heb je gelezen? Het leven van Loeze van Jeff Kinney. Hoe heb je je voorbereid? Gewoon heel veel oefenen, ja. Voor wie? Voor mijn ouders en zo. En waar ging dat verhaal over? Over een jongen en zijn leven eigenlijk, ja. En wie was de schrijver? Wie is de schrijver? Jeff Kinney. Wat gebeurt er nu? Nou, een beker? Ja, en nou mag ik meedoen met voor Someren. Ja, met de regiofinale in Goorlen, ja? En wat gaat er met die beker gebeuren? Die zet ik op mijn kamer. En wanneer ga je naar Goorlen? Weet je wanneer dat is? Wat zei je? Wanneer ga je naar Goorlen? Weet ik niet. Die mogen er allemaal mee? Mijn klas, denk ik. Proficiat. Wat zei je? Proficiat, zei ik. Dankjewel. We staan bij de jury, Rita Meurendijks, Martijn Hoeberg, Jan Heilers. Hoe moeilijk is het Martijn om een winnaar aan te wijzen? Ja, super moeilijk. Echt, het niveau zit zo op één lijn. En dan ga je toch zoeken naar bepaalde punten waarin iemand uitspringt. En ja, we hebben toch wel even gezeten van nog 2 minuten, nee, 3 minuten even nog extra overleggen. Want het was toch wel lastig. Hè? Maar gelukkig hebben we uiteindelijk toch een goede winnaar kunnen kiezen. Waar moest jij op letten? Waar ik op moest letten? Ik moest letten op, ja, je gaat automatisch uit je eigen intuïtie. Je hebt er echt wel een lijstje met bijvoorbeeld heel technische dingen, zoals kijken ze de zaal in of vertellen ze met genoeg tempo. Maar ik heb zelf mijn eigen intuïtie luistert toch naar emotie en hoe erg word je meegetrokken in het verhaal en hoeveel dynamiek zit erin. Jan Heilers, denk dat je gelet hebt op de uitspraak, of niet? Ja, daar kan ik natuurlijk moeilijk omheen. Maar ook op of het een warme stem is en of het mooi overkomt en of het niet te snel is. Want als je te snel gaat, dan gaat het vaak een beetje verloren ten koste van hoe je het overbrengt. En dat vond ik dan soms wel eens jammer, maar ja, mensen zijn ook een beetje gespannen. Ze willen het goed doen, dus ja, echt petje af hoe ze het gedaan hebben, want het is echt... Ja, super moeilijk en heel knap gedaan. Ja. Ja. Waarom won Jorrit Lemme? Waarom won die? Waarom heeft Jorrit gewonnen? Nou, sowieso omdat het een hele spontaan... Hij kwam echt heel spontaan over. En de keuze van het fragment was heel goed. En de manier waarop dat hij het vertelde... Ja, hij had ons gewoon allemaal te pakken. Goed, een goed einde waarin je dacht van... Goh, ik wil er meer van weten. Ik wil verder lezen. Ik denk dat de zaal er wel mee eens was met de winnaar. Dat is ook nog fijn voor de jury. Ja, zeer zeker. Gelukkig. Ja. Dat is ook heel fijn. Ja.